Goedemiddag, dames en heren. Vandaag zijn wij te gast in de Haanzaten, een locatie van Driezorg in Holtebroek. Tegenover mij aan tafel twee wijkverpleegkundigen. Zouden jullie jezelf voor willen stellen? Jazeker, ik ben Dianne Nevels en ik werk al een aantal jaren voor Driezorg. En sinds 2011 werk ik bij de Haanzaten en sinds kort ben ik als wijkverpleegkundige aan het werk. Ja, ik ben Margriet Stoel, ik ben een collega van Dianne, ook wijkverpleegkundige bij Driezorg op de Haanzaten. Ik heb nog een tijdje op Vermaat gewerkt, maar nu is de Haanzaten mijn vaste locatie sinds 2012. Jullie sturen samen een team aan? Ja, we hebben de duo-functie. Ja. En dat vraag ik me af, wat is het verschil tussen een verpleegkundige en een wijkverpleegkundige? Bij ons in het team is het zo dat de verpleegkundigen die zijn mbo opgeleid. En wij hebben een hbo-opleiding gedaan. De verpleegkundigen die draaien volledig mee in de teams. En wij pakken af en toe de directe cliëntenzorg, maar dus niet de hele dag. Nee. Okay. Maar als wijkverpleegkundige heb je extra taken erbij. Je stelt indicaties. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie je goed. Okay. Ja, dat is inderdaad onderdeel van ons. Als wij een zorgvraag binnenkrijgen van een cliënt. En dat kan vanuit een huisarts zijn. Of vanuit familie. Of vanuit de cliënt zelf. Of de buren. Of nou ja, wie dan ook. Als iemand zich wat zorgen maakt. Yeah. Dan kan die ons benaderen. En dan gaan wij vaak op huisbezoek op intake. Bij iemand om te kijken of er zorg nodig is. Wat voor zorg er nodig is. Yeah. En zo starten we dat eigenlijk op. Mooi systeem. Dan maak je de kortste klappen dus eigenlijk. Ja. Dat is ook de reden daarvan. Ja. Dat je niet eerst een heel systeem door hoeft. Nee, klopt. Waarom heb je gekozen voor dit vak? Ik heb ervoor gekozen omdat ik zelf... Ik ben ooit begonnen in het ziekenhuis. En daar vond ik de zorg gewoon veel te snel. Dan kon ik niet echt een band opbouwen met de patiënt. Daarom heb ik voor de ouderenzorg gekozen. Want dan zorg je langer voor de... cliënt. Ja, je echt een band goede op. Band op, ook met de familie, neem ik aan. Ja. Kinderen. Geldt dat voor jou ook zo? Ja, dat geldt voor mij ook inderdaad. Het stukje band opbouwen en de mensen eromheen die je ook leert kennen. Maar ook het zelfstandig werken, waar je in het ziekenhuis echt in teamverband werkt. En voor mij gewoon een beetje een van de vele bent, ben je hier echt het gezicht van een locatie. En je werkt niet op één plek. Je komt echt in heel veel verschillende situaties achter voordeuren bij cliënten waar je echt zit. Hoe ga ik hier nu doen? En gewoon een stukje creativiteit en improviseren vind ik heel leuk. Oké. Okay. Ja. Dat klinkt goed. Merk je dan ook verschil in de werkzaamheden met toen je begon en hoe je nu werkt? Ja, toen ik begon had ik gewoon een andere functie ook. Dus daar zit ook wel een verschil in. Yeah. En de tijd, het is nu allemaal digitaal. Toen ik begon had je gewoon echt nog met mappen en pen en papier. Dus dat verschil is er zeker. En ik merk ook wel dat de tijd, je moet nu alles bijhouden qua tijd, hoe lang je ergens bent. Ja, je moet alles verantwoorden, zeg maar. Nou, hoe doe je dat dan? Nou, er zit een systeem achter dat je met je telefoontje kun je, als je bij een cliënt binnenkomt, die registreert dan dat je daar bent. En dan als je weer weggaat, dan klok je weer uit. Dus je moet echt op de minuten... Ja. Dus alles iemand bij. Heeft een indicatie voor zoveel minuten. En dan mag je dus niet bovenkomen. Of eronder Hebt wel een beetje speling. Ik bedoel, als je een keer langer bent, dan is het niet erg. Maar op een gegeven moment dan verwachten we ook van ons team... van als nou blijkt dat de zorg elke keer langer is... dat ze dan bij de wijkverpleegkundige gaan aankloppen van... de zorg is niet... Het klopt niet, dan moeten wij dat aanpassen, zodat het wel weer klopt. Zou je eigenlijk mensen adviseren in de ouderenzorg te gaan? Wij hebben er wel passie voor inderdaad. Wat al zeiden, ik vind met name ouderen, weet je, die hebben een heel levensverhaal. Ze hebben al van alles meegemaakt. Dat maakt ze ook vaak wel wat eigenzinnig. Hè? Dat vind ik ook een verschil. Want je vroeg net van wat maakt dan dat je thuiszorg en ouderenzorg zo leuk vindt. Dat je echt bij mensen te gast bent. Dus dat mensen zijn heel eigen. Als mensen in een ziekenhuis liggen, dan is dat gewoon hun afdeling waar ze liggen. En dan houden ze zich aan de regels die daar zo zijn. Yeah. En dat heb je hier gewoon helemaal niet. Dus je hebt bij elke persoon heb je weer wat anders. En heb je weer andere dingen waar je rekening mee moet houden. Het zijn gewoon hele andere karakters. Ja. En die leer je ook meer kennen omdat je langer bij mensen komt. Ja, duidelijk. Wordt hier ook veel georganiseerd op de locatie? Gaan mensen onderling ook veel met elkaar om of krijg je dat hele stukje niet zo mee? Ja, dat wisselt heel erg. Ja, het verenigingsleven, is dat groot?
Voor sommige cliënten weet ik dat ze wel deelnemen aan het verenigingsleven. Maar dat heb ik niet inzichtelijk voor iedereen. Okay. Maar ja, je ziet wel eens wat als koersbal in de gang. En dan doen wel cliënten van ons aan mee. Maar echt heel duidelijk heb ik het niet. Nee. Wat maakt nou het werk in de havenzaten zo leuk? De wijk waar het in ligt, Holtebroek, is natuurlijk heel divers. Je hebt mensen met verschillende achtergronden. En daar leer je sowieso heel veel van. En mensen met een islamitische achtergrond of mensen van de Molukken. Of mensen, we hebben heel veel verschillende cliënten met verschillende achtergronden, verschillende religies, verschillende culturen. Dus dat vind ik heel erg leuk aan het werken hier in Holtebroek. Ja. Okay. Ja. Dat geldt voor jou. Ja, dat geldt voor mij zeker. Ja. Leuk. Ja. Hoe groot is jullie team? Ons team ongeveer 15, zo even uit mijn hoofd. Ja, 15 collega's. En in welke diensten draai je dan? Je begint 's morgens om 7 uur? Ja, er zijn verschillende diensten. Er begint een collega, weet ik, om 6:30. Die heeft dan de dagdienst tot 1 uur of 3. Ja. En dan zijn er nog een aantal kortere diensten van 7 tot 11 of van 7 tot 2:30. Ja. Nou ja, dat wisselt natuurlijk, omdat de zorg ook wisselt. De ene keer heb je bijvoorbeeld 5 ochtenddiensten nodig. En een periode later kunnen dat er 7 zijn of het kunnen er 4 zijn. Ja, ja, dat gaat als een golfbeweging... Okay. Heen en weer. Jullie hebben ook vaste roosteraars in het team? Ja, we hebben vaste roosteraars, vaste planners die de looproutes of de cliënten verdelen. Nou, ik wil jullie allebei heel hartelijk danken en succes met de werkzaamheden verder en veel plezier. Dank je, graag gedaan.